God is niet dood, al hoor je dat ook vaak beweren. Je kunt wel degelijk met God communiceren. Het wordt nog steeds gedaan met bijbels en brevieren, maar het kan ook op tal van andere manieren. Neem Simon Vinkenoog, die vroeger God niet bliefde en niet geloofde in de goddelijke liefde. Hij is veranderd in een kwispelstaartend hondje, sinds God hem opgezocht heeft met een suikerklontje. Ach, ieder heeft zijn eigen religieuze roes. Zo neem ik zelf een tangoplaatje uit de hoes. Ik zet het op de pick-up en voor ik het weet, is het begonnen en heeft God mij stevig beet. Ik dans met God, zo goddelijk de tango, want op een tango zijn we allebei verzot. Ik dans met God, zo goddelijk de tango. Soms leidt God mij, soms leid ik God. Hij danst zo soepel en zo dicht en zo veerkrachtig. En toch is hij beslist al ver over de 80. Hij danst zo statig en toch even goed zo vlot. Wat een genot, o God, o God. God is niet dood, hij leeft in hutten en paleizen, waar iedereen met hem verkeert op andere wijze. Dominee Buskus door een beetje op te zwellen en de Margriet door een enquête in te stellen. Gerard Cornelis van het Reven brandt een kaarsje of strijkt verliefd een jonge ezel langs het aarsje. En in de kloosters doen ze het meestal door te zwijgen en op de Veluwe door polio te krijgen. Dat doet mij deugd, ja dat verheugt mij werkelijk zeer. Ik kijk daar absoluut geen ogenblik op neer. Maar ik zoek het toch voor mijn persoonlijke mystiek. Steeds weer het liefste in die nobele dansmuziek. Ik dans met God, zo goddelijk de tango. Want dat alleen stemt mij tevreden met mijn lot. Ik dans met God, zo goddelijk de tango. Van het begin tot aan het slot. En als het afgelopen is, dan buig ik even. En ik zeg, o God, wat hebt ge mij weer veel gegeven. Want al die meiden doen de tango zo verrot. Wat een genot, o God, o God. Wat een genot, o God, o God, wat een genot. Wat een genot, o God, o God, o God. Kende u dit liedje eigenlijk? Nou, een paar wel hier, maar waarschijnlijk niet. Het is best mogelijk dat u het niet kende, want het was verboden in dat tijd. Niet in het theater, maar op radio en televisie. Het is één keer op televisie geweest. En dat was dan om te laten zien welk liedje dan verboden was. Ja, dat was in het programma Ja, Nee, Geen Mening van de VPRO. 70% van de kijkers vond toen dat het niet kon op televisie. Dat is heel veel, hè? Maar ja, het is ook lang geleden. Ik zou best eens willen weten hoe dat percentage nu zou liggen hier. Zullen we dat even kijken? Maarten, geef eens zaallicht. Gaan we even kijken hoe het percentage nu ligt. Of Haarlem veranderd is. Ja, daar komt het. Prachtig is dat altijd. Kan ik meteen ook zien of er iemand zit te slapen. Nou, goed. Niet zie ik. Wie vindt er van u dat dit liedje nog steeds niet op televisie kan? Handen omhoog, ik schiet niet. Daar zijn, kijk eens aan. Nog steeds niet op televisie. Heel goed, dank u wel. Ik vind het heel goed. Nou, dat is geen 70%. Dat is 7%, lijkt mij. En wie vindt er van wel? Kijk eens aan. Dank u wel. Ja, dat is dan die 70%, maar dan net andersom. Het is natuurlijk ook mogelijk dat u zit te denken, nou, gooi dat liedje maar op televisie bij die andere rotzooi, dan zijn we dat kwijt. Dan ben u het eigenlijk eens met de eerste groep, ja. En wie zijn nou die mensen die helemaal geen hand op hebben gestoken?
Die dacht, ik hou mijn handen maar eens thuis vanavond. Ja, kijk. Ja, dat zijn de mensen met geen mening. Of zonder mening. Hè? Ja. Een soort bond zonder naam waarschijnlijk. Ja. Nou, het licht kan weer uit. Dank u wel. Het licht kan uit en de spot kan aan. Voor het is over van Annie Schmid.